Allee. Nee. Ik ben dus mijn haar aan het doen, zoals je ziet. Mijn haarband. En deze blokjes had ik gisteren al gedaan, dus daarmee neem ik ze niet mee, want dan zijn ze gewoon kapot. En dat willen we niet. En het ding is dat ik het nu doe, is zo'n ombre effect. Ik heb, ja, het zal best als je het in het kapsel doet, maar omdat het, ja, redelijk wel moeilijk is om het zelf te doen, heb ik zo'n borsteltje. Dat kun je zo kammen, zodat het niet één harde lijn is. En ik hoop dat ik juist gepast ontkleuring heb, want mijn ontkleuring was net op het nippertje. Voor mijn part is het zelf te weinig, want je haar moet echt in de ontkleuring zwemmen, laten we zeggen. En dit gezien bijna nauwelijks. Dus ik hoop dat het goed komt. Ik zit onder de kleuring. De wasbak zit onder de kleuring. Hier allemaal van ontkleuring. Dat is van, ja, mijn gezicht te reinigen. Ik heb eerst mijn gezicht gereinigd. Hier allemaal spetters. Daar op de grond spetters. Hier spetters. Hier spetters, daar spetters, hier spetters. En zoals je ziet is mijn doos volledig leeg. Dus ja, ik hoop echt dat ik gewoon toe kom. Ik ga nog wat muziek opzetten, het laten inmerken. En dan uitspoelen, en dan wassen en zilver shampoo gebruiken. En dan verzorging erop en een masker erop. Ik heb nu mijn masker op. En dit soort ervoor bij je huid. Verzorgd wordt, ja, rode voet en straks aanvoelt. En ik heb ook mijn haar gedaan. Het is nu nog nat. Het gaat niet super licht zijn, maar het is al veel blonder. En het ding is, deze pikjes die hier zitten, zijn blonder. Plus ook, ik heb al 2 keer met zilver shampoo gedaan en dit is nog maar 1 keer met zilver shampoo. Dus dit is binnenkort even gelijk dit. Dit is nu aan het inwerken, zoals je ziet. Ik heb mijn best gedaan, want ik had geen handschoenen. En ik had die spiegel. Dus op het eerste gezicht ziet het er goed uit. En want ik heb zo'n meer spiegel. Ik heb daar ook een spiegel staan en daarin. Dus het was spiegelbeeldwerk. Ik heb mijn best mogelijk gedaan, want ja, van achter is altijd super moeilijk voor een spiegelbeeld te doen. Maar ik heb mijn best gedaan. Ik hoop dat mijn uitgroei ook deftig gaat zijn. Dan ga ik mijn toner erop zetten. Dan ga ik gewoon mijn avondroutine doen. En dan ga ik nog de rest van mijn video filmen. En dan ben ik klaar met de video. Ik hoop dat het hoe gaat uitkomen. Ik denk wel dat ik nog een resultaat ga tonen in de video van een dag erna of 2 dagen erna, omdat dan mijn haar op zijn best zit. Want als het net gewassen is, is het nooit deftig bij mij. Plus ook, dat toont altijd super droog aan. De eerste dag als het gewassen is en de tweede dag en de derde dag toont het al veel gezonder aan. Dus daarmee ga ik het volgens mij dan ook een resultaat tonen. En ook op deze video ga ik dat dan ook tonen, deze vlogvideo. Maar ja, jullie zien het als eerst, volgens mij, denk ik. Ah, nee. Jullie gaan waarschijnlijk de video al gezien hebben. Die komt morgen online. Dus ik ga dan een resultaat tonen van morgen ook erin te steken. Dus die video gaat online staan tegen wanneer deze vlogvideo online staat. Batterij is nog altijd plat, want ik heb hem nog niet ingestoken. Dus ik film nog altijd met mijn telefoon, maar die moet ik zoiets ook insteken, want die is ook bijna plat. Opeens al batterijen zijn bijna plat, maar ja, ik moet het zoiets ook uitvoeren. Ik ben benieuwd beneden van de reactie, want ze weten niet dat ik bezig ben met mijn haar. Dus ja, dit wordt nog spannend. Ik heb echt veel ideeën nu, maar allemaal over haar. Sorry voor de mensen die niet echt geïnteresseerd zijn in het haarcategorie. Het is gewoon de kapster in mij. Ik wil graag tonen welk product dat ik allemaal gebruik voor mijn haar. Wat ik graag doe met haar. En dan ben het binnenvalt. Ik mag morgen normaal zien mijn vriend of al overmorgen. Het is te zien dat ik niet veel
editwerk heb met de video dat ik morgen online moet krijgen. En morgen moet ik ook hard aan taart gaan. Want morgen zijn wij dinsdag en woensdag is de kleine broer jarig van Jarno. Dus ik moet hard aan taart rijden met de brommer omdat het snelste is. Dus ja, ik ga zien of het morgen lukt om zijn haar te knippen. En anders is het woensdag. Vandaag terug bij jullie als ik gewassen ben en mijn haar gedaan is. Ja, kom. Bella gaat even broek uit, benen open. Allee. Nee. Allee, Raus. Nee. Het zelf, Raus. Dit doe je gewoon expres, hè. Ik ben dus bezig met een video op te nemen en mijn arm is gewoon wat blauw geworden van de zilver shampoo. En nu moet het eventjes inwerken, dus ik ga even nog de laptop en wat water drinken, want dit moet ook gebeuren. Ik ben nu voorlopig gedaan met mijn andere video en ik ga juist nog dit opsmullen, een karamel dingetje. En dan nog wat water drinken en dan filmen samen met mijn vriend. Dus vond je deze video dan super leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En een belletje aan te zetten zodat jij geen enkel video mist. En dan zeg ik later!